gastheer is opnieuw Koert van Eegem. Goedenavond, dames en heren, in het Amerikaans theater. Goedenavond, kijkers thuis. We gaan weer spelen, de drie wijzen met de drie schitterende wijzen. En ik noem ze graag voor u Chris van den Dorpel om te beginnen. Dag Chris. Onze tweede wijze, Margriet Hermans. Dag Margriet. En natuurlijk een derde, Walter Grootaars. Bonsoir, Walter. Ga rustig zitten, we hebben ook twee schitterende kandidaten. Dus ik begin bij Anne. Kijk eens aan. Ja, dag Anne Trizinier. Anne Trizinier, je hebt heel wat fans bij. Er zitten er daar een massa in de zaal. Ze joelen ook, ze staan helemaal achter jou. Maar dat komt omdat je ook zo'n sympathiek meisje bent. Daarom zijn we blij dat je hier bent. Hè? Anne, je komt uit Ruisbroek. Ja. Dat is dus een beetje boven Brussel, moeten we dat bij vertellen. Want er zijn wel meer Ruisbroeken. Hè? Ja. En jij studeert. Ja, handelsingenieur. Handelsingenieur. Ja. Is het moeilijk? Boah, ja. Boah, ja. Als je het kunt, is het niet zo moeilijk. Hoeveelste jaar zit je nu? Tweede kan. Tweede kan. Kandidatuur dus. Ja. En dus die eerste kan, hoeveel jaar heb je daarover gedaan? 1 jaar. 1 jaar. Schitterend, Anne. Ik wist het, hè. Je bent een heel intelligent pintermeisje. Heb je al een vriendje ook? Nee. Nee? Jawel, ze zitten allemaal in de zaal, al die vrienden. Ja, ze joelen ook als een gek, hè. Anne, ik wens je heel veel succes. En ik hoop ook voor al jouw fans dat het goed gaat, hè. Dus doe je best, hoor. Stel ze niet teleur. We spelen voor 300.000 frank, maar we hebben hier Lea. Dag Lea. Van Hoven. Ja. En Lea van Hoven komt uit Meerbeek. Ja. Meerbeek, Kortenberg. Ja. Tussen Leuven en Brussel. Ja. En Lea, je bent gepensioneerd. Ja, ik ben, ja. Want je hebt gewerkt vroeger... Bij Sabena, ik was medische secretaresse daar. Zo. Ja. En valt het een beetje mee om zo'n vliegtuig te genezen? Ja. Gaat wel. Ja, ja. Ja. Medische secretaresse. Ja. En hoeveel jaar heb je dat gedaan? Medische secretaresse... Je moet denken, hè? Ja. Het was lang blijkbaar. 30 jaar. Hè? 30 jaar en een ja. stuk voor de ja. Sabena. Ja. Daar slaan. Ja, ja. Ik ben niet eens zo oud, ik. goed. Lea, jij bent getrouwd. Ja. Ja. En ook al 30 jaar? Ja, 40 jaar. 40 jaar. Ja, dat, ja. Wat voor jubileum is dat dan? 40 jaar? Dat zou niet kunnen zijn. Dat is geen blik niet meer. Het is zilver en goud, maar ik weet niet wat het is. Gaat de goede kant op, Lea. Ja, ja. Ik hoop dat we er hier nog een beetje pecunia mogen bij verdienen. Zo'n 300.000 frank had ik aan gedacht voor jou. Maar daarvoor moeten we eerst spelen. En het eerste spelletje wat we doen is een straatinterview. Spelen. Goed, een straatinterview dan maar. Ik kan hem persoonlijk niet zo goed verdragen. Ik vind dan een toffe gast, ja. Het is heel gelegen. Nee, het is mijn type niet. Het is een losse type. Nee, ik vind hem niet mooi. Niet speciaal schoon, niet speciaal lelijk. Ah, sympathiek haast. Je vindt hem grappig? Grappiger dan Armand Pien. Zo. Wie is er grappiger dan Armand Pien? Hè? Een hele hoop mensen natuurlijk. Maar wij zoeken iemand speciaal. We gaan eerst eens vragen aan Chris van den Dörpel. En ik moet toch even Chris van den Dörpel voorstellen. Want jullie kennen hem misschien niet. Het is de eerste keer dat hij hier bij ons zit. Hij is in feite de stem achter Broccoli. En hij doet ook heel veel straatinterviews. Hij heeft er net eentje gedaan. Dus Chris... Ja, ik zou het moeten weten. Het is wel een hele tijd geleden dat we die vraag gesteld hebben. We zijn eens gaan snuisteren. Er zijn heel veel positieve antwoorden gekomen. Dus het is iemand die wel bij de mensen wordt geapprecieerd. We zijn eens gaan snuisteren in de nieuwsdienst. En we hebben gevraagd naar de naam van een nieuwslezer, wat ze ervan vonden. En de meeste mensen vonden, als hij het nieuws leest, hoe slecht het ook gaat in de wereld, het wordt altijd een stukje vrolijker als hij het nieuws... Hij zegt bijvoorbeeld, oud worden, het is een zegen, maar zeker niet aan iedereen gegeven. Zeker niet wanneer je bijvoorbeeld door een vrachtwagen ondersteboven wordt gereden. Dat gebeurde vanmorgen vroeg in Roeselare. Vanmorgen vroeg in Roeselare en wij waren er als de kippen bij en maakten voor u deze kakelverse bijdrage. Martin Kangen dus. Johan Kussijn. Johan Kussijn, denk je dat het is. Ja. Goed. Margriet, naar wie vroegen we? Wel, het was geen gemakkelijke opdracht voor deze mensen om een man als Armand Pien op te volgen. Maar de persoon waarover het gaat is inderdaad een lieve jongen. Een plichtsbewuste gast, vind ik toch. En dat is onze nieuwe weerman, Frank de Bozere.
Zo, Frank, heb je dat gehoord? Dat is bijna een aanzoek, hè, Frank? Ja. Walter, over wie ging het? Wel, ik heb hier een paar van die uitspraken genoteerd. Ze zeggen, ik vind dat een toffe gast, zeer verlegen, een los type, niet speciaal schoon, niet speciaal lelijk. En dan eentje erbij, ik kan het persoonlijk niet zo goed verdragen, maar ik herken het dan mensen, dat is een van mijn oude lieve. Dus ik moet daar nog eens mee bellen, het gaat over mij. Kom op. De drie mogelijkheden. Chris van der Durpel, die zegt Johan Persijn. Margriet Hermans houdt het bij Frank de Bozere. En Walter Grootaars houdt het Dodi Foutenweg bij zichzelf. Ja. Eén van de drie. Lea. En Anne, waar heb je op gedrukt dan? Op twee. Op twee? Dus je denkt op Frank de Bozere? Ja. Vind je, is het jouw type? Nee. Niet speciaal. Niet speciaal. Vind je het niet schoon, niet lelijk? Ja. Ja? Dus je denkt dat Frank de Bozere is. Lea, die denkt dat het Johan Persijn is. Ja. Ja? Waarom, Lea? Ja. Een gok. Gewoon niet schoon, niet lelijk. En je denkt van, Chris heeft toch die interviews gedaan, dus het zal wel zo zijn. Misschien wel, ja. Van Chris over naar Chris. Kan ik even iets vragen? Wat vindt u van Walter Grootaert? Wie is dat? Wie is dat, vraagt hij zich af. Ja. Dat is het beste antwoord dat je kunt geven. Absoluut. En dat betekent helaas geen punten, dat betekent dat vond ik echt chagrijnig. Wat zeg je? Dat is chagrijn, hè. Ja? Hij vrijt nu met mijn oud lief, dat is daarmee. Ah, dus vandaar. Ja. Goed. We hebben nog een vraagje hier, een weetvraag. En dat is, wat betekent het woord bijzen? Bijzen, Chris. Bijzen? Bijzen. De drie bijzen. Bijzen. Bijzen, met de B van bijzen. Ja, ja, bijzen. Van buizen ook. Ik heb bijzen, hè. Bijzen. Ik denk dat ik ben beginnen bijzen toen ik was een jaar of 14, denk ik. Zou dat bij u een stuk vroeger gebeurd zijn natuurlijk, ik zal het al in uw plaats zeggen. Nee, ik ben beginnen bijzen 14 jaar. Ik weet nog precies waar ik voor het eerst gebijst heb. En ook met wie. Bijzen is een vorm van zoenen. Maar niet zomaar gewoon zoenen, het is eigenlijk, je kunt dat niet lang doen, bijzen. Per brief. Ja, ja, nee. Nee, je kunt dat maar doen als je er pas aan begint. Zo de eerste twee, drie zoenen die je geeft, maar dus echte zoenen, hè. En die zijn dan zo hartstochtelijk, die duren ook meestal lang, omdat je dus, je begint eraan. Maar de film is uit gewoon een keer dat je gedaan hebt. Ja. Dus je weet hoe dat je eraan begint, maar je weet niet dat je moet ophouden. En het is meestal door ademnood dat je dus ermee stopt. En hoe heet dat die jongen? Wat zeg je? Hoe heet die jongen die het eerst gekust heeft? Ja. Batman. Hartstochtelijk zoenen is het volgens Chris van den Durpel. Maar Margriet heeft daar een totaal ander idee over. Ah, zeker niet zoenen. Nee hoor, het is zoemen. Namelijk het gezoemend geluid van vliegen. Van die vettige, zwarte, dikke vliegen zo. Hoe heette die? Horzel? Horzels. Horzels. En het is het geluid van die horzels, van die bijzen. Trouwens, bijen zouden dat misschien ook doen, hè? Bijzen. Enfin, het is in ieder geval duidelijk dat bijzen zoemen betekent. Ik durf bijna wedden dat Walter het daar niet mee eens is. Nee. Zie je wel? Nee. Horzels bijzen zeker niet. Van die eerste zoen zou het bijzen wel eens ooit kunnen komen. Want wat is bijzen? Als je... De mannen onder ons zullen dat zeer goed begrijpen. Als je vrouw gaat bevallen, dan word je heel nerveus. En als je dan in die wachtkamer staat over een tweer te lopen, dat driftig lopen, dat hoekig, hectisch lopen, dat is bijzen eigenlijk. Zo. Wat is bijzen? Is bijzen hartstochtelijk zoenen, zoals Chris van den Durpel het stelt? Is bijzen het zoemen van horzels, zoals Margriet stelt? Of is het driftig lopen? Is dat bijzen? Die drie mogelijkheden moeten opgegokt worden. We spelen voor 2000 frank. En ons allerliefste aan gaat naar Walter Grootaars. Waarom? Ja, ik weet niet. Omdat hij er zo bekijkt. Nee, een pure gok. Ja. Bijzen is dus driftig lopen. Denk jij, Lea, wat heb jij? Eén. Eén. Ja. Hartstochtelijk zoenen. Ja. Ooit gedaan? Ja, ja. Veel gebijt? Tuurlijk, ja. He? Dat is ongeveer het lekkerste wat er bestaat. Hè? Ja, ja. Goed bijzen. Ik heb ook gebijst. Vandaag. Ja. Maar wat is bijzen? Bijzen is driftig lopen. Kijk maar. 2000 frank. Amateur.
Helaas, Lea, maar het is nog maar pas vertrokken. 2000 frank gaat de goede kant op met ons ambt. De oude doos, dat betekent dat we weer enige jaren terug in de tijd gaan. En daar gaan we nu naar kijken. Meneer, dat is een nieuwe sport die hier in het Brugse ontstaan is. En sedert 1920...